Dit is SBS Dutch. SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio. Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio. Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 13 november 2024 en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. En vandaag hebben we weer eens een gast in de studio. Welkom Louis-Philippe Lonke, oftewel The Mad Belgian. Dat is een naam, dat moet ik even uitleggen, die bedenk ik niet zelf. Dat is echt je bijnaam, hè? Ja, maar niet door ik, door de mensen in Tasmanië. Want waarom vinden die jou zo gek dan? Wel, eerst in 2008 noemden ze mij de Crazy Belgian. En we gaan het over hebben een beetje later. En dan zei ik, ik kom misschien een keer terug naar Australië om Tasmanië door te trekken in de winter. Gedurende de winter alleen, zonder enig bevoorrading, zonder hulp. En toen deed ik het. In 2018 kwam ik terug en iemand op een forum van bushwalking, dus van hiken en wandelen in Australië, begon een nieuwe titel, The Mad Belgian, en dan He's Back, He's Wanting More. En dat is wat ik deed dus 6 jaar geleden. Ik trekte door Tasmanië in de winter in 52 dagen. En ik herinner me, die forum was zo, de mensen waren enthousiast. Ik wist niet uiteraard. Ik zag het begin, dat er iemand dat had geopend. Maar dan, gedurende de expeditie, waren ze commentaar aan het geven over mijn beslissing. Ah, want ze volgden mij een blauw puntje van ik, zo op de map. Hoe jij helemaal naartoe bewoog, ja. Ja, en dat was superleuk te zien voor hen. Dat was geen show, bijna. Ik herinner me een van de commentaar, misschien in de top, in de 50ste of 100ste commentaar zo. Iemand zei, we gaan nu een beetje wedden. Wanneer de helikopter komt, ga hem redden. Oh, ja, want je bent dus avonturier. Je doet allemaal, ja, inderdaad, met wandelingen door wildernis. Daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Maar we moeten nu eerst verder met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 13 november. Mijn naam is Paulien Roesink. Australië denkt te kunnen helpen met bemiddelen om de handelsspanningen tussen Amerika en China te verminderen onder een tweede Trump-regering. Premier Anthony Albanese heeft bevestigd dat handel een onderwerp was in zijn recente telefoongesprek met de verkozen president. Er zijn diplomatieke zorgen dat de verkiezing van Donald Trump grote gevolgen kunnen hebben voor de Australische economie. Jetstar, Qantas en Virgin Australia hebben al hun vluchten naar Bali geannuleerd omdat een vulkaanuitbarsting in Indonesië op zo'n 500 kilometer van Bali een gevaarlijke aswolk creëerde. Donald Trump heeft ambitieuze doelen gesteld voor zijn eerste dag in het Witte Huis in januari. Zijn prioriteiten zijn de plannen voor massale deportaties van migranten en het terugdraaien van het beleid van de regering Biden op het gebied van onderwijs. Hij liet ook weten dat hij voormalig gouverneur van Arkansas, Mike Huckabee, zal nomineren als Amerikaans ambassadeur in Israël. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in een video het Iraanse volk toegesproken en gewaarschuwd dat een nieuwe aanval op Israël de Iraanse economie ernstig zou verlammen. En in Nederland dan, Femke Halsma, de burgemeester van Amsterdam, heeft in een spoeddebat met de gemeenteraad herhaald dat de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie het maximale hebben gedaan om het geweld van vorige week te voorkomen. Een motie van wantrouwen kreeg geen steun, zo schrijft de NOS. Ze erkende dat het niet is gelukt om de veiligheid van iedereen te waarborgen.
De wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv is als een hoog risicowedstrijd behandeld. Maar het is lastig optreden tegen zogenaamde hit-and-run acties, waarbij Israëliërs in elkaar werden geslagen, zo zei Halsema. Ze veroordeelde de kwetsende teksten van de Maccabi-aanhang. Ook zei ze dat op jodenjacht gaan onacceptabel is. En Shell hoeft zich niet extra in te spannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het Haagse gerechtshof veegt een uitspraak van de rechter van tafel in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie. Van de rechtbank moest Shell de CO2-uitstoot versneld terugdringen. De rechter vond dat Shell te weinig verantwoordelijkheid nam. De NOS meldt dat het Hof de bescherming tegen klimaatverandering met een mensenrecht noemt en zegt dat producten van onder meer Shell een klimaatprobleem teweeg hebben gebracht. Maar het Hof noemt het zinloos dat Shell meer moet doen dan andere energiebedrijven. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Terwijl velen vrezen dat de herverkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten een grote tegenslag voor klimaatactie zal betekenen, zeggen experts dat er nog hoop is. Want de internationale gemeenschap zal ook door blijven gaan zonder Amerikaans leiderschap. We overcame obstacles that nobody thought possible. And it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? De herverkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten baart milieuactivisten en klimaatwetenschappers zorgen. De voormalige president, nu president-elect, noemde eerder klimaatverandering een dure hoax en klimaatwetenschappers profeten van het onheil en sprak ook over plannen om het beleid voor schone energie terug te draaien. In de eerste 6 maanden van zijn eerste ambtstermijn kondigde Donald Trump plannen aan om zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Een overeenkomst uit 2015 die door bijna elk land is ondertekend en waarin een vermindering van de emissies wordt beloofd. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord, but begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. Hoewel Trumps klimaatagenda in zijn tweede termijn nog niet formeel is aangekondigd, wordt verwacht dat deze enorm zal verschillen van de regering van president Joe Biden. Folks, the evidence clear. Climate change poses an existential threat to our lives, to our economy, and the threat is here. It's not going to get any better. The question, can it get worse? We can stop it from getting worse. Maandag is de VN-klimaattop COP29 begonnen in Azerbeidzjan. En experts zeggen dat alle afspraken die de Biden-regering maakt niet bindend zullen zijn voor de regering van Trump. Klimaatwetenschappers en activisten zeggen dat het presidentschap van Trump een grote tegenslag zal zijn voor de Amerikaanse inspanningen om klimaatverandering aan te pakken. Vooral jongeren vrezen dat de retoriek rond klimaatverandering en de feiten daarachter genoeg zal zijn om de vooruitgang die wordt geboekt te vertragen. Kayla Lee is een 22-jarige klimaatactiviste en studente uit Arizona. Ze zegt dat er geen tijd is om de feiten goed te blijven praten te midden van een klimaatcrisis. Objectively under Trump, he's kind of facilitated a bunch of misinformation and kind of made people very scared of what people, not even scared, it's just very
doubtful of what facts and researchers who are dedicating their entire lives to really showing us what is happening at a larger scale or like even on a micro scale. Hoewel velen bang zijn dat Trump belangrijke vooruitgang ongedaan zal maken, zijn sommige experts van mening dat, hoewel hij veel macht heeft, hij niet alles ongedaan kan maken. Ze zeggen dat met investeringen in schone energie, die fossiele brandstoffen inhalen, de wereldwijde trend kan doorgaan zonder Amerikaans leiderschap. Helen Clarkson is de CEO van Climate Group. Ze zegt dat de zaken deze keer waarschijnlijk anders zullen zijn. As we go into COP, and what's making COP even more important this year, is in the past when the US has pulled back, we've seen other countries pull back. But there's a lot of momentum now in the climate system. The energy transition is underway. And there's other things that are driving it. Market demand, prices, renewable prices coming down, battery storage going up. So there's a lot of momentum in the system. And I think what we don't know is how other countries are going to respond. So the big thing is going to happen at COP when we start to see other countries coming out. They've got time to think what they're going to do. And we'll see and get a temperature take at that point. Linda Kalger is klimaatbeleidsanalist bij Strategic Perspective. Ze zegt dat de retoriek en klimaatontkenning van Trump deze keer waarschijnlijk meer tegenstand zou krijgen. We look at back to when Trump was last elected. We had the COP in Marrakesh right after. We saw a lot of uncertainty and concerns for the first hours, and that's natural. We see that again now. But afterwards, you saw countries coming together again and really being keen to negotiate the outcomes. So even this year, now that we have the result already, I expect a lot of leaders to actually step up and say and feel the need to clearly distance themselves from the climate denialism that he talks about and projects. De Verenigde Staten zijn een van 's werelds grootste uitstoters van koolstofdioxide en zijn goed voor ongeveer 13,5% van de wereldwijde emissies. Eind augustus werd bekend dat Trump een recordbedrag van meer dan 21 miljoen Australische dollar ontving voor zijn campagne, afkomstig uit de olie- en gasindustrie. De verkozen president beloofde op zijn beurt met de woorden drill baby drill om de fracking op te schalen en meer natuurlijke bronnen te oogsten. Tijdens zijn eerste termijn vertelde Donald Trump aan verslaggevers dat de VS de schoonste lucht en het schoonste water ter wereld heeft. You know, we have the cleanest air in the world in the United States, and it's gotten better since I'm president. We have the cleanest water, it's crystal clean, and I always say I want crystal clean water and air, so I haven't heard his comments, but we do have, we're setting records environmentally. Rob Jackson, klimaatwetenschapper aan de Stanford University, vreest dat een Trump-regering betekent dat er bezuinigd zal gaan worden op federale milieuagentschappen. As a climate scientist, the first administration was, I think it's fair to use a term like disastrous, at least in some ways. We withdrew from the Paris Accord as a nation, the only country to do that. The administration reversed dozens of rules that made our air and water cleaner, rolled back safeguards restricting mercury emissions from power plants. So I'm most worried about our air and water quality in the near term. And I'm worried about agencies that, you know, that track the health of the planet for the atmosphere and the oceans, like NOAA in particular, the National Oceanic and Atmospheric Administration. Toch beweren andere experts dat een Trump-presidentschap zal betekenen dat de klimaatbeweging in de Verenigde Staten meer gemobiliseerd zal worden. Tijdens zijn eerste termijn ontwikkelde de regering beleidsplannen voor een Green New Deal, waarvan sommige punten later werden geïmplementeerd onder Joe Biden. Ook wordt er betoogd dat, hoewel beleid op federaal niveau belangrijk is voor klimaatactie, lokale en staatsregeringen nog steeds hun eigen agenda zullen volgen als het om klimaat gaat. Californië is de 5e economie van de wereld en is van plan om in 2045 koolstofneutraal te zijn. Volgens beleidsanalist bij Carbon Direct, Zara Ahmed, is de klimaatactie in de VS nog niet voorbij. The president has broad power to repeal through the regulatory process proposed and existing regulations, including for things like power plant emissions of methane, for vehicle emissions as well. However, at the same time, consumers can choose to purchase a low emissions vehicle.
States can choose to enact their own regulations about emissions, as we see California do. So again, I think while the federal government is an incredibly powerful tool, that doesn't mean that we're at the end of climate action in the US. Dit was een verhaal van Sydney Lang voor SBS Nieuws en SBS Dutch produceerde het in het Nederlands. SBS Dutch op mobiel, online en op radio. De federale overheid heeft de uitrol van een landelijke vaccinatieprogramma aangekondigd om zwangere vrouwen en baby's te beschermen tegen het in sommige gevallen dodelijke RS-virus. Aanleiding is het aantal gevallen in Australië dat dit jaar met 37.000 is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. De cijfers leiden tot bezorgdheid bij gezondheidsexperts en ouders, zoals Louise Boyd. Haar 7 maanden oude Spencer werd dit jaar 9 dagen in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige longinfectie nadat hij RSV had opgelopen. He was starting to have breathing difficulties, so we took him to the hospital. On the way to the hospital, he became unresponsive, so we had to call an ambulance. The ambulance took him into the hospital. He had one admission for 4 days. Then after he got discharged, he was home for not quite a day and then started to deteriorate again, had another ambulance trip and was taken in, put on high-flow oxygen, nasogastric tube and IV fluids and spent another 5 days in there. So it was not a fun time. Er was toen geen gratis RSV-vaccin beschikbaar voor Spencer, maar dat zal snel veranderen voor andere kinderen in dezelfde situatie. De overheid is van plan om de komende 4 jaar meer dan $174 miljoen te investeren om het virus te helpen bestrijden. Het gratis vaccin is vanaf volgend jaar beschikbaar voor baby's en zwangere vrouwen in hun derde trimester. RS is een veelvoorkomend virus dat meestal milde symptomen met zich meebrengt die vergelijkbaar zijn met de griep en COVID-19. De meeste kinderen krijgen RSV voordat ze 2 jaar oud zijn. Maar RSV is in Australië ook de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopnames onder baby's. Minister van Volksgezondheid, Mark Butler, zegt dat de overheid heeft geluisterd naar de oproepen van ouders en belangenbehartigers voor bescherming. Every winter around 12,000 babies are hospitalized through RSV and as many as a quarter of them have to spend time in an intensive care unit. This winter has been a really hard one with more RSV cases recorded than last year. Het aantal RSV-gevallen is gestegen van 96.000 in 2022 tot meer dan 165.000 tot nu toe dit jaar. Voorzitter van de Australian Medical Association, Dr. Daniel McMullen, zegt dat de toename een bredere trend laat zien. We are just seeing a lot of respiratory illness in the community this year. High rates of whooping cough, lots of flu, still lots of COVID in the community, and probably a number of causes behind that now that we're back out and about in the community, traveling more and probably a bit less immunity to some of those common respiratory illnesses after the COVID years, but always a strong reminder to be vaccinated against what we can be. Hoewel sommige staten al hun eigen RSV-programma's hebben, kan een vaccinatie zo'n $300 kosten. Volksgezondheidsminister Mark Butler zegt dat de uitrol zal helpen de kosten voor gezinnen te verlagen en RSV-ziekenhuisopnames met wel 90% kan verminderen. Oprichter van de Immunization Foundation, Catherine Hughes, verwelkomt het programma. RSV is the number one reason why Australian kids under 5 are hospitalized each year. And today's announcement will be a huge relief to many families around the country. This program is likely to prevent 10,000 hospitalizations every single year. That's 10,000 families who won't have to watch and wait as their babies struggle to breathe in hospital. We have been calling on all Australians to unite against RSV, and we thank the government for listening and acting. Het RSV-vaccin kan ook grote gevolgen hebben voor Australiërs van boven de 50. Toch zullen zij niet worden opgenomen in het gratis nationale vaccinatieprogramma. Gezondheidsexperts raden mensen die tot een van de risicogroepen behoren aan om met hun huisarts te praten over het vaccin. Een belangrijke kans voor ouders zoals Louise Boyd. I'm very happy that it's going to be nationally available and no other family should have to go through what we went through because it was not fun.
Dit was een verhaal van Brianna Piazza en T. Mitchell voor SBS Nieuws. En de Nederlandse vertaling werd gedaan door SBS Dutch. Ja, we zijn weer terug in de studio met onze gast Louis-Philippe Lonke. Nogmaals van harte welkom hier in de studio. Je hebt net al verteld hoe je aan je naam The Mad Belgian komt. Hoe komt het eigenlijk dat je avonturier bent geworden? Voor mij, het was een beetje een toeval. In het heel kort, maar ik heb een lange biografie geschreven op mijn website, want ik kreeg die vraag altijd. In 2001 werkte ik bij ING en ik moest naar New York gaan. Maar een zekere Bin Laden heeft een probleem veroorzaakt met die vliegtuig. Een ramp, hè? Dat was een ramp, een drama. En dus een van de gevolgen is, ik mocht niet meer naar ING New York gaan. Ik ben daar naar ING Singapore geweest. Daar heb ik leren duiken. En dat was mijn eerste passie, diepzeeduiken. En op een moment zeg je, waar kan ik veel gaan duiken? Australië, de Great Barrier Reef. Dat was mijn ding. Ik zeg, oké, dan ben ik alles verlaten. Ik zeg, ik pak een jaar en ik ga rondreizen in Australië, Nieuw-Zeeland en nog enkele eilanden. En een wagen kopen en rondreizen en een begin met het duiken. Maar ik begon ook hike, bushwalking te doen, dus trekking. En plotseling ben je daar, kom je tegen plaatsen dat je niet kent van Europa, zoals woestijnen. We hebben geen of heel kleine woestijnen in Europa. En uiteraard in België, de densiteit van de bevolking, klein land. Hier, de wildernis is zo groot. Ik heb alle mappen van België. Er is geen plaats van België waar je kan vertrekken. 2 kilometer doen in een rechte lijn en niet tegen de weg komen. Nee. In Australië kan zeker honderden kilometers zonder een baan, een weg of een huis te vinden. Dus, en dat is fantastisch voor mij. En, maar dus voor 2001 was je nog niet zo avontuurlijk aangelegd? Absoluut niet. Mijn eerste idee van avontuur begon... De idee begon in 2006. Dus mijn eerste jaar ben ik gaan reizen met mijn wagen. Dan ben ik teruggekomen naar België. Gewerkt bij de Decathlon. De mensen kennen Decathlon. En dan kreeg ik eindelijk de Working Holiday Visa. Die visum om te kunnen werken. Dan ben ik hier teruggekomen. 1 jaar voltijds gebaseerd in Sydney. En dan deed ik mijn 3 expedities. De eerste was in de West McDonald's. Dat is een nationaal park bij Alice Springs. En ik had daar, gedurende mijn eerste jaar, enkele stappen van de La Rapinta Trail. Dat is een bekende trail daar. Ik had 2 etappes gedaan op de 12, denk ik. En ik had altijd gezegd, ik moet een keer terugkomen, dat is super mooi. En ik ga al die etappes doen in een keer. Maar dan hoorde ik de woordenschat van de avonturierwereld. Dus alles doen, maar in feite ben ik arm, sowieso. En ik heb geen geld om mensen te betalen om logistiek te doen. Om mij voedsel of water om de 50 of 100 kilometer te zetten. Nee. Dus ik was van plan, ik ga alles op mijn rug hebben. Hans, mijn voedsel, een beetje water. En het water moet ik in de woestijn vinden. Ja, nou succes. Voilà, moeilijk. Op de La Rapinta zijn er plaatsen waar we weten waar er altijd water is. Dus dat gaat nog. En ik ontdekte dat de grootste woestijn, Mount Zeil... Dat is de hoogste berg van de Outback van Australië, niet zo ver was van de La Rapinta Trail. En dan zeg ik, ja, en ook in die National Park staat. Dus ik begin op het einde van die National Park. Ik ga die Mount Zeil beklimmen via een nieuwe route, dat van westen. Ik ben de eerste persoon via de westerste kant begonnen. En dan ga ik een andere berg doen en dan ga ik de La Rapinta Trail volgen, terug tot Alice Springs. En dus van die 232 kilometer van de La Rapinta Trail, was ik op 333 kilometer op het einde, met dus ongeveer 100 kilometer volledig of track mijn eigen weg maken, vinden. Nou zeg je net, dat was ik de eerste die dat deed. Ja. Dat zie ik als ik je lijstje bekijk bij heel veel World's First. Waar komt dan die drang vandaan, naar dat presteren om iets als eerste te doen? Ik denk dat het komt, er zijn 2 redenen. Ik probeer een beetje... Dat is een beetje commercieel. Hè. Dan krijg je, als je een wereldeerste doet, dan ben je het nieuws, meestal. Dat vind je leuk? Dat vind ik leuk.
Want dan kan ik misschien een beetje sponsors geven. Ik heb geen sponsor die me geld geeft, maar wel een beetje gerief. Maar nu niet meer, want we zijn aan het vechten tussen de Instagrammers. Ah, de ja. In 2006 was het nog bijzonder. Ja, nu... ik kan niet tegen een mooie... Vandaag is het stereo, ik had stereotypen zeggen, maar een man met een baard en tattoos en veel spieren, of een vrouw met mooie leggings op een berg, geeft miljoenen of honderden duizend volgers. Ik heb er veel minder. Ja. En daar kan ik niet tegen. Maar dus, het idee is voor mij als ingenieur, ik heb ingenieur gestudeerd, en het is een beetje een puzzel, een wereld eerste. De vraag is, waarom heeft niemand dat gedaan? Is dat mogelijk? Ik ga proberen. En ik ga het beste leren van de beste die iets gelijkaardig hebben gedaan. En ik ga het proberen te doen. En voorlopig gaat het wel goed. Ik heb er dus op 20 expedities 14 wereldeerste. Dat is een mooie cv vandaag. Ja, zeker. Je hebt in Europa dingen gedaan. Hè? De Pyreneeën en de Alpen overgestoken, moet ik zeggen. In Amerika door Death Valley, te voet, zonder hulp van anderen. Ja, ik weet niet hoe je op zo'n idee komt. Ik ben daar wel eens geweest. In de auto met airco is het daar al heet. Hoe kom je erop? Wel, Death Valley, dat was iets speciaals. Ik had in feite, dat was in 2013, probeerde ik door de zoutmeren van Bolivie, de Salars noemt dat, door te trekken. En dat was mijn eerste, ik faalde. Ik probeerde, het kan niet altijd lukken. Nee. En ik begon te wenen en een uur later was ik... ik kan dat verbeteren, Dus ingenieur terug, hoe kan ik het beter maken? En dan was het in mijn hoofd, ik weet niet wanneer, terug proberen. En plotseling zag ik dat Death Valley, ik had iemand dat ik kende, die probeerde ook Death Valley te doen, maar die faalde met een karretje. En ik zeg, nee, maar met zijn karretje is hij te zwaar en het is moeilijk. Ik ga proberen zonder karretje, enkel met alles mijn rugzak. Want dan zal de rugzak super zwaar zijn. Maar ja. Ik ben dan super mobiel. Want je moet alles meenemen, van begin tot einde. Water. Ja. Dus in Death Valley denk ik dat ik begon met 46 kilo. Oh. Inclusief bijna 30 liter water. En het is gelukt. Na 8 dagen, dan ben ik... naar de Simpson-woestijn geweest. Tweede keer, maar ik kom terug naar Simpson-woestijn. En dan de derde woestijn op 1 jaar, op 12 maanden tijd. Terug naar Bolivie. En die heb ik... Dan was het gelukt. En dan deed ik mijn applicatie voor de Europese avonturen van het jaar. En tada, dan kreeg ik de award van Europese avonturen van het jaar. Want ik had 2 wereldeerste. Australië, de Salars in Bolivie, dus de Zoutmeren... En de Simpson was niet een wereldeerste, maar het was toch straf, want ik begon daar met 60 kilo, inclusief 40 liter water, door de Simpson-woestijn. Ja, laten we het daar even over hebben, want Australië is natuurlijk heel groot, heel veel wildernis. Waarom dan de Simpson Desert? Omdat ik begon, in feite, we komen terug, het is goed, we koppelen alles aan elkaar vandaag. Na die Lara Pinta Trail ontmoette ik... mensen die hadden net met een 4-wheel drive, dus met de wagen, de Simpson-woestijn doorgekruist. En ik had er niet van gehoord. Ik had wel een keer de namen op de map gezien. De Simpson-woestijn is 6 keer België, of misschien 5 keer Nederland of zo. België en Nederland zijn kleine landen, maar 6 keer België, het wordt al... Bestadig. Met hoeveel mensen die daarin leven, 0. Aborigenen niet meer. Ze hebben de Simpson-woestijn verlaten in 1902 of 1904, dus 120 jaar geleden. En op de kaart, het is... Rechts van Alice Springs. Ja. Grotendeels in Northern Territory, een beetje in Queensland, een beetje in Southern Australia. Ja. En dan vroeg ik aan die mensen, is dat mooi? Ze zeggen, ja, het is super mooi, de Simpson-woestijn. Ze zeggen, wat zijn de mooie hikes dat we kunnen daar doen? En ze keken naar mij, het is de Simpson-woestijn. Ja, en het is de Simpson-woestijn. Daar ga je niet te voet, dat is... Nee, niemand gaat daar, dat kan niet, dat is onmogelijk. En ik zeg, oké, maar blijkbaar is het mooi, ik heb geen geld om met een 4-wheel drive. En dan begon ik te zoeken, hebben mensen iets gedaan te voet in de Simpson-woestijn? En vond ik... de mensen die doorkruisen met kamelen of met de wagen, eerst met de wagen, en dan niks te voet.
En 6 maanden later... Misschien was dat wel een teken dat ze dat nooit hadden gedaan. En dan 6 maanden later was ik in België. Ik dacht terug aan de Simpsonwoestijn en begon terug zoeken. En ik vond daar iets, hè, plotseling via Google Poef, tegenkom, Lucas Trehey, een Australische, die had de Simpsonwoestijn gedaan in 2006. We waren toen 2007. En ik contacteerde hem. Die had de breedte gedaan, oost-west... En ik vroeg hem, de lengte, noord-zuid, wat denk je daaraan? Hij zegt, ja, maar dat is langer, misschien. En dan zeg ik, ja, ik ga het wel proberen. Mijn voordeel, wat ook een nadeel is als Belg, ik kan niet naar de woestijn gaan om te proberen, om te voelen. Dus ik wist niet dat het onmogelijk was. Maar hoe bereid je je dan voor? En dan, wel... Training, dan kan u wel op zand aan de Noordzee wat trainen of thuis, gewoon met de rugzak. Mijn grootste training is een rugzak met 25 kilo en te lopen op oneven grond, dat de spieren, de pezen getraind zijn, dat ik niet gewond raken. Nee. Dat is mijn eerste. Het is niet om in de woestijn met 40, 60 kilo, maar hier was het met een karretje, dat kan niet beginnen te lopen, fysisch lopen. Dat is wandelen, trekken. Dus het idee is dat je moet die gewoon raken. En dan mijn ingenieur gedachte was, mijn karretje dat ik heb gebouwd geeft speciale wielen, die kunnen niet, ik kan geen lekke band hebben, er zijn geen band. Ze zijn vol met rubber, dus ze kunnen niet vol. Want er zijn heel veel planten die gaan de karretje niet ver maken. Dus ik begon de Simpsonwoestijn dus in juli 2008 met een karretje, mijn karretje, de gewicht van mijn karretje is 32 kilo. Die je achter je aantrekt, ja, hè? Die zit maar, om je buik. Ja, ik heb een harness zo, ja. Hè? En twee wandelstokken om te trekken. Dan heb ik 4 poten om te trekken. En dus op het karretje 140 liter water, 30 kilo voedsel, een Reef satelliet, een telefoon, zonnepanelen. Dat was 215 kilo te trekken in het zand. Wat super moeilijk is. Dus de eerste dag deed ik 4-5 kilometer, tweede dag 4-5 kilometer en ik moest een gemiddelde van 23 kilometer hebben. Na 3-4 dagen dacht ik, dat is te moeilijk. Ik ga half het gewicht doen gedurende 1 dag. Dus laten we dag 1 neem ik 120 kilo. Ik doe 15 kilometer. 'S avonds zet ik die 15 kilo daar. Gedurende de nacht, wat ik deed in 12, 13, 14 uur, in 1 of 2 uur, deed ik terug. Leeg dus? Superrecht, ja. Leeg. Super gemakkelijk, als er geen gewicht is op het kaartje. Terug naar het begin van de dag. En om zeker te zijn dat ik had genoeg moed om daar te geraken, laatte ik mijn tent en mijn slaapzak in het begin, dan moest ik terugkeren. Anders was ik aan het slapen in de woestijn, in de kou, want het is koud in de woestijn. Ik kan zelfs vriezen in de Simpsonwoestijn af en toe. En dus dat deed ik gedurende 4-5 dagen. En dan plotseling was het karretje een beetje lager, duinen een beetje beter. En dan moest ik nooit meer geen en terug doen. En dus 2008 dan deed ik 36 dagen over voor vogelvlucht 600 kilometer. Te voet, waarschijnlijk 800. Met die, dat is wat ik berekende. Beetje heen en weer, met die zigzag. Heen en weer, de zigzag enzovoort. Ja. Ja. En dat was een super wereldeerste. Voor mij is dat een klasse 5. Klasse 1 tot 5 is... Ik ben niet aan het bouwen, zo'n klassificatie van de moeilijkheid van expedities. Dat is een klas 5. Het is een wereldeerste. Super moeilijk. Niemand denkt eraan als de Australiërs zelfs er niet aan denken. Ze zeggen dat ik zot ben. Ja, precies. En plotseling werkt het. Ja, ja, ja. Je hebt het dus toen succesvol volbracht. Ja. Je hebt afgelopen september, was het, heb je het nog een keer geprobeerd? Ja, dus in feite, dus 2008 was mijn eerste expeditie in de Simpsonwoestijn. 2016 mijn tweede, enkel met die rugzak. Ik probeerde de breedte, maar ik deed enkel het gedeelte in Northern Territory. Dan was ik gewoon op. Mijn water en mijn voedsel was bijna op. En ik had ook mijn vlucht van Birdsville terug naar... dan was het naar Brisbane en dan terug naar Sydney en Sydney naar België. Maar dat was mooi. Dan was vogelvlucht 280, ongeveer 300 kilometer te voet. Dus dat was een mooie... Dan was ik zeker dat het is mogelijk.
het zal niet ik zijn, maar het is mogelijk, denk ik, de Simpsons zijn de breedte te doen zonder kaartje. Dat heb ik, denk ik, bewijst dat het zeer moeilijk, maar mogelijk. En nu ben ik hier gekomen in juli, maar geëindigd midden augustus. Omdat ik had de lengte gedaan, Noord-Zuid. Eén had Oost-West gedaan en één had West-Oost. Dus drie mensen hebben de Simpsons-woestijn gedaan. Maar ik moet wel de condities zeggen. Dus alleen, zonder bevoorrading, zonder hulp. In de jaren 70, Warren Bonito en James McCubbin, denk ik, hebben de Simpsons-woestijn een groot deel van de, zoals ik, Noord-Zuid gedaan. Maar een vliegtuig is gekomen en geeft water en voedsel gedropt. Ja. Dus dat was hulp. En ze hebben niet van border tot border, van grens tot grens. Ze hadden een beetje minder dan ik. Ze hadden, denk ik, ongeveer voor een vlucht 450, 500. Mm. Ik heb wel van tot Lake Eyre tot de meer en echt het begin van de duinen als overlopen. Dus drie mensen hebben het gedaan. En ik wou... dat was mijn 20 jaar sinds mijn eerste keer van Australië. Ik had terug naar Australië 20 jaar. Dat is mijn verjaardag in feite van mijn eerste keer in Australië. En ik zeg, ik wil iets groot doen. Ik ga proberen een dubbele doorkruising te doen. Heen en weer. Heen en weer, met terug voedsel en water te nemen in Birdsville. Maar dat is niet gelukt. Op dag 2 heb ik een tendinitis gehad, de speesontsteking. En dan de ligaments, een beetje gescheurde ligaments aan mijn enkel. Mijn woord vergeten in Nederlands. Het is ook enkel misschien. Ja. Gewoon, voilà. Daarom Klopt. Vind ik het woord niet meer. Ik was juist. En daarmee ben ik nog 12 dagen gelopen, dus 13 dagen. En dan, de pijn was stabiel. Dus ik was aan het hopen dat het ging beter gaan, maar niet. Ja, uiteraard, als je een peesontsteking of iets gescheurd, dan moet je in theorie rusten. Wat doe ik? Ik ben in het zand in midden van woestijn, met niet zoveel water voor mijn lichaam, en ik ben een karretje van nog 150 kilo aan het trekken in het zand. Ja, niet handig. Dus geen geneesheer, geen dokter zal zeggen dat het een goede idee is. Nee. Dus na 13 dagen was ik tegen mensen zeggen, oké, nu Louis-Philippe moet je stoppen. Omdraaien. Ook gevaarlijk natuurlijk. Omdraaien. Ook gevaarlijk, want in het midden van een Simpsonswoestijn kan de helikopter van Alice Springs geen genoeg kerosine, benzine, om heen en terug te gaan. Dus nee. Dan ben ik... Echt in de peanut. Dan zit ik echt in de problemen. Ja. Dus ik wou niet in het centrum gaan, dus ze hebben gezegd, ik ga gewoon omdraaien via een andere weg. En dat was nog 8 dagen, dus in totaal 21 dagen met 8 dagen om mijn eigen leven te redden, want ik wou een rescue vermijden. Ja, ja, ja. Nou, laten we daar zo verder over praten. Ik vraag me af, als je loopt zo in the middle of nowhere, luister je dan ook wel eens naar muziek? Nee, ik zing wel in mijn hoofd van goede liedjes zoals I Will Survive. dat is een bekende. Je lijflied. Of I Walk Alone van Green Day. De ergste, dat was in 2008. Ik had een liedje van de Pussycat Dolls gehoord in een vliegtuig of zo. Dat was Stick With You. En plotseling dacht ik aan mijn wandelstokken, dus mijn walking stick. En dan plotseling de Stick With You, baby. Ik kan dat liedje niet zingen, maar dat was in mijn hoofd. En dat is een ramp. Dat is een ramp in je hoofd. Maar dus, waarom geen muziek? Ten eerste, de stilte is goed voor je gezondheid. Mm. Ten tweede, ik kan luisteren als er een wilde beest aan het komen is. Mm. Ik luister naar de natuur, dat is interessant. Ook mensen die af en toe muziek hebben en plotseling gaat de batterij plat, dan kunnen ze gewoon mentaal raak je in een dip breken. Dan. Ze kunnen breken. Dus die batterij enzovoort. Dus voor mij is dat super gezond om te doen. Dus ga toch niet in de natuur om... Naar muziek te luisteren. Highway to Hell. Nou, dat is mooie muziek. Ja, of The misschien... Road Ahead is Empty. We draaien in dit programma wel muziek. En ik had aan jou gevraagd, wat zou je willen horen? En je kwam met Webisto van Twarres, een Fries liedje. Hoe komt dat zo? Ik weet niet, ik hou van dat liedje. Ik had het jarenlang niet gehoord. En dat was een van mijn superliedjes dat ik vond van de jaren... Ergens in 2000. Jaar, 2000 of zo, dus ja. Ja. En ik weet niet, als ze nog zingen, waarschijnlijk wel. Maar ik vond dat
de stem van, dat, van die jonge vrouw en die jonge man ook. Super, ik vind dan super. Is het Fries of Bangladesh, maakt niet uit. De melodie vind ik super. Daar zijn ze, Twarres met Webisto. Ja, in de studio nog steeds de Belgische avonturier Louis-Philippe Lonke. Je hebt wat spulletjes meegebracht naar de studio, hè, die je altijd bij je hebt als je op expeditie gaat. Ja, uiteraard heel makkelijk een kleine zakmes. Een klein Zwitsers zakmesje. Voilà, ik gebruik meestal de schaar om mijn nagels te doen of, ja, of iets, een touw te... Maar het is wel echt een heel kleintje. Ja, ja, licht meer, gewicht. Meer hoef ik niet, nee, te hebben. Mijn voet is daar, ja... Of een bandje, voor als ik mijn... voorlopig is dat genoeg. Mm. Ik heb onlangs een kleine fluitje erbij gezet. Mm. Dan heb ik uiteraard mijn, mijn GPS. Uiteraard van dat GPS, de mappen zijn erin. Ik kan enkele punten erin zetten. En die GPS doet ook, die kan ook SOS doen. Ja, want dus, dat had ik ook. Want om, wat nou moet als ik jij... mij redden of moet precies, ik hulp vragen? Daar kan je ook noodsignalen mee uitzenden. En ook het tracking systeem. Dus die zet op een kaartje mijn positie om de 20 minuten. Ik kan kiezen 10, ja, 20 of half uur. Ik zit op 20 minuten. Dan kan iedereen mij volgen. Uiteraard zijn mijn ouders in stress als, als ze het puntje niet zien bewegen gedurende een half uur of een uur of zo. Maar bon, ze weten dat, dat af en toe ik moet eten of maak ik gewoon een kleine break. Mm-hmm. Maar ik neem ook aan als jij op pad gaat en gaat wandelen dat de autoriteiten, de National Parks, allemaal weten dat jij daar loopt. Iedereen is gewaarschuwd, dus autoriteit. Ja. En ook permits. Hè. Daarom heb ik de aborigene vlag hier. Dus voor de Simpson-Woestijn heb ik 3 keer de permit, de toelating gevraagd en ook gekregen uiteraard. Ja. Ja. En dan mijn wandelstokken. En dus in de woestijn of Tasmanië, als je met een grote rugzak hebt, dat helpt om niet te vallen. Als ik glijd met een grote rugzak... Dan kan ik landen op mijn rug, dan ben ik zoals een schildpad, ik kan niet meer bewegen, ja, met mijn 4 voeten in de lucht. Maar ik kan wel uiteraard de rugzak uittrekken en dan terug beginnen. En die stokken kan ik ook gebruiken, zou ik tegen een wilde beest komen, dat is een beetje mijn... Ja, want in Central Australia, daar heb je dingo's, neem ik aan. Ja, dingo's, dus... dingo's heb ik wel ontmoet, gelukkig altijd 1. Dit jaar dus, in juli, is er 1 heeft me gestolkt, dus die heeft me gevolgd van 4 uur naar middag of zo tot 's avonds. Wauw. Ik heb alles geprobeerd, hè, met mijn stokken, schreeuwen, zelfs met een drone naar zijn gezicht, niet gezicht, puur te vliegen, maar die was niet bang van de drone, dus... Ja, dan deed ik gewoon verder en op een moment zag je, ja, shit. Dan ga je gewoon verder. Deze dag stopt niet met het lopen, wanneer kan ik hem aanvallen? Die was het beu. Zeg, ja, ik kan waarschijnlijk iets anders aanvallen. En dan, wat er gebeurd was in 2008, werd ik 2 keer, laten zich aanvallen, wat is wat een grote woord, door kamelen, wilde kamelen. Dus een kameel kan een mens ook vermoorden. Een kameel kan... met zijn grote mond mijn schouder direct uit mijn lichaam trekken, als ze willen. Ze kunnen stoten geven met hun voeten. Ze proberen, een van de meeste manieren om een mens te doen, ze proberen de mens op de grond te zetten en ze gaan erop zitten. En dan ben je verpletterd, dan kan je niet meer ademen en het is gedaan. Ja. Die kamelen weten niet wat ze wat. Misschien waren ze mijn waterrand aan het voelen. Ja. Dat ze, oh, daar is er water. Maar ze konden het water niet echt zien. En ik was ook aan het zweten. Maar ze kwamen zo echt als wilde beesten aan het schreeuwen. Dat was echt... Ja, 14 kamelen die zo doen, die komen zo recht tegen me. Zoals Romanian Centurions, zo naar mij. Dat was super bang. En dan begon ik met te stoten met mijn stokken in de lucht. Ik ging vlug naar een kleine boom. De takken doen bewegen om... te laten denken dat ik groot was. Ja. Maar dat deed er niet toe, dat deed gewoon niks. En na 3, 4 minuten, maar 3, 4 minuten met wel een beetje heel lang, hè. Ja. 3, 4 minuten, dan plotseling draaiden ze om en waren ze weg. Ja. Dus je hebt bewezen dat je niet aantrekkelijk bent voor de wilde beesten. Ja, of ze waren beu, of ze zeggen, oké, die
die valt ons niet aan, dus dan gaan we gewoon weg. Ja. Wat doe je als je er doorheen zit? Want je hebt dus ongemakken, je krijgt pijn, je hebt misschien wel honger. Ik las dat jij tijdens je trekking, je wintertrek door Tasmanië, 15 kilo bent afgevallen in 52 dagen. Dat doet nogal wat. En dat ook mentaal, lijkt me. Wat doe je dan? Mentaal en fysisch zijn elkaar verbonden. Als ik terug ga naar Tasmanië in de winter, dat was het strafste, zeker mentaal. Ik had 40 dagen voedsel, dus 750 gram per dag, dus 30 kilo voedsel mee. En dat was 52 dagen. Dat wil niet zeggen dat de laatste 12 dagen ik geen voedsel, dat wil zeggen, ik was aan het rationeren, al die voedsel gedurende weken. En de laatste 4 dagen had ik 400 gram noten, dat is 100 gram noten per dag. Mijn avondmaal was een aspirine met warm water. Oh, lekker. Super lekker. Met een beetje aarde en een beetje zand. Moet een beetje smaak geven aan water. En ja, dat was het gewoon. Ik had niks anders te eten dan een aspirine. En ik had nog genoeg gas, dus het was gewoon warm water. En daarom, 15, 16 kilo afgevallen. Dan is zeker de nickname de Mad Belgian. Klopt toch wel heel gewonnen. Erg. Ik ben het ermee eens. Ja, ze zijn gelijk de mensen die mij die nickname gaven. Ja. Ja, maar wat doe je als je er doorheen zit? Praat je tegen jezelf of denk je aan iets speciaals? Wel, je hebt die drang om tot het einde te gaan is groter dan alles. Dus ik wil, we zijn zo dichtbij. Ik zat toen aan de kust, maar ik moest nog 3-4 dagen aan de kust om civilization te vinden, dus mensen. En dan zit ik wil het doen, ik ben er bijna en je geeft gewoon niet op. En je geeft gewoon door. Ik denk dat dat een loper op een marathon, de laatste halve kilometer, die loopt. Ik denk meestal dat er een heel mooie vrouw op het einde staat, maar zoals Charlize Theron, maar ze is er nooit. En een beer achter mij aan het lopen. Ja. Die is er ook gelukkig niet. Die is er ook gelukkig niet. Er is ook nieuws, want je gaat een boek schrijven over je avonturen. Ja, ik kreeg gewoon een e-mail van een uitgeverij toen ik België verliet. En het was ook het moment, nu ben ik 3 keer in de Simpsonwoestijn geweest. En daar heb ik zeker genoeg materie om mijn ervaring te delen. Maar ook de ervaring van de anderen. Dus ik wil ook de geschiedenis van de mensen die hebben andere expedities gedaan in de Simpsonwoestijn toelichten. Want we baseren ons altijd op wat de anderen hebben gedaan. Misschien doet iemand iets beter dan mij in de Simpsonwoestijn, maar die zal waarschijnlijk zich baseren op mijn ervaring. En dat vind ik belangrijk. En ook de aborigenen, want ze leefden daar. Dat was echt survival. Ik doe geen survival. Het is avontuur. Gemeten risico's, zou ik zeggen. En ik wil dat in een boek schrijven, mijn eerste boek. Als die lukt, dan ga ik een tweede schrijven over mijn 2 expedities in Tasmanië. Maar ik wil beginnen met de Simpsonwoestijn. Ja. Heel kort hoor, want ik zie dat de tijd al echt voorbij vliegt. Ik heb nog zoveel vragen, maar dat gaat niet lukken meer voor 12 uur. En we hebben ook nog een liedje. Is er nog iets waarvan je denkt, dat zou ik wel willen doen? Iets op je bucketlist, maar waarvan je ook denkt, toch niet dat ik die uitdaging aanga, want dat wordt toch te lastig. Ik denk dat ik dat zeker niet doe. Niemand geeft Antarctica doorgekruist in de winter. En alleen uiteraard, want niemand wil dat. Er zijn niet veel mensen die willen doen, zeker. En ik denk dat ik weet hoe het kan gebeuren. Maar ik weet ook dat er zit daar geen specifieke autoriteit. Maar ik wist dan dat de redding is onmogelijk in de winter. En dat niemand zal mij willen, of voor die persoon wil doen, een toelating willen geven. En ijsberen. En dat dacht ik al, zijn er geen ijsberen. Oh, sorry, andere kant, ik zit verkeerd. Het zijn penguins. Maar er is één gekomen, je hebt het misschien gezien, in de Penguin Emperor. En Penguin is naar Denemarken in Southern Australia bij Espen gezwommen. Ja. Dus je denkt, misschien? Of ga je daar niet aan wagen? Ik ben te oud. En nu, ik denk ook dat mijn spieren ook een beetje lastig. Ik verlies altijd gewicht, maar die spieren krijg ik moeilijk terug.
Ja, en dan met die kou, dan gaat dat natuurlijk extra en met snel. Met die kou, dus mijn lichaam is goed voor woestijnen, minder goed voor de kou. Ja, heel erg bedankt Jean-Louis. Jean-Louis, ik maak er een mooie naam van. Louis-Philippe, het is toch jammer dat dit live is en dat ik dus die fout dan maak. Dankjewel voor je avonturen. Ik had echt nog veel langer met je mee kunnen praten. Maar misschien kunnen we nog wat opnemen voor online, dat mensen online een filmpje kunnen kijken. En ik kan ook binnen 3-4 jaar terugkomen als het boek geschreven is. Precies, en dan doen we dat gewoon nog een keer. En de film ook nog. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au kunt u deze aflevering terugluisteren, net als onze andere gesprekken en podcastseries. Dat kan ook via de SBS Audio app, die gratis te downloaden is in de Apple Store en in Google Play. Zo dadelijk om 12:30 kunt u nog kijken naar het NOS 8 uur journaal op SBS World Watch. En dan het laatste liedje, Michel van Anouk. In één zin, waarom heb je die gekozen? Anouk heb ik 2-3 keer gezien op Rock Werchter. Het is een superartiest. Nobody's Wife enzovoort. Maar Michel vind ik speciaal. De melodie is zeer, zeer traag en zeer licht. En een beetje liefde op ons planeet. Vooral met wat er gebeurde in de VS verleden week. Ik denk dat de ramp komt nog aan. Dus dat we elkaar een beetje meer liever en veel meer vreugde delen. Ja, hartelijk dank nogmaals voor de komst. En hopelijk tot snel. Ja, dag. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.